De gemeente Helmond wordt de teststad voor het houden van proeven voor het internationale vrijlotproject. Een systeem dat het energieverbruik van vrachtverkeer in steden met zo'n 20% moet verminderen. En de doorstroming moet verbeteren. Donderdag was de aftrap. Naast het Franse Lyon, het Spaanse Bilbao en het Poolse Krakau wordt ons Brabantse Helmond de vierde teststad in Europa. Door beïnvloeding van verkeerslichten kunnen vrachtwagens en hulpdiensten beter doorrijden en krijgt de chauffeur achter het stuur automatisch advies. Nou, Vrijlot is een project die daar ook bij kan dragen aan betere doorstroming, minder files en tegelijkertijd natuurlijk ook betere luchtkwaliteit en een hogere verkeersveiligheid. Voor de vrachtwagens betekent dat ze in heel veel gevallen niet meer hoeven te stoppen en wat nog belangrijker is, ook niet meer hoeven op te trekken vanaf nul. En bij een hele zware vrachtauto, voordat die weer van 0 naar 50 km per uur is, dat kost ongeveer een liter brandstof. En dat scheelt vervoerders scheelt dat geld. En het scheelt de gemeente en mensen die door de stad heen lopen ook heel veel luchtvervuiling. Want 1 liter diesel, dat zijn heel wat roetdeeltjes. Minder CO2-uitstoot, brandstofverlaging, kostenbesparing. Kortom, een hoop voordelen. Maar dat is ook maar voor een select groepje, neem ik aan. Want als iedereen dat systeem heeft, dan komt het elkaar ergens tegen. Ja, niet iedereen kan groen krijgen op een kruispunt. Dat is echt nog een utopie, dat gaan we ook niet bereiken. Maar wat we hiermee bereiken is dat het vrachtverkeer, wat eigenlijk het meeste ook het andere verkeer ophoudt, dat groen gaat krijgen. Het is een optimalisatie. En het systeem is wel zo ingericht, als er bijvoorbeeld 3 vrachtauto's uit 1 kant komen en eentje uit een andere, dan zal je zeggen, nou dan is het toch per saldo het beste als die 3 voorrang krijgen en dan krijgen die dus prioriteit. Sneller groen is natuurlijk ook erg handig voor de hulpdiensten. Alhoewel het op sommige plekken nog niet helemaal naar behoren werkt. De firma Peek is volop bezig om het systeem te optimaliseren, zowel in het voertuig als bij de kruisingen. En het is aan ons om zo vlug mogelijk de kinderziektes door te geven, zodat de firma daarop kan reageren en verbeteren. Het lijkt me nog wel een kostbaar project. Nee, het is op zich niet zo kostbaar als het moment dat je zelf al de basisinfrastructuur op orde hebt. We hebben in Helmond al een heel modern verkeerslichtensysteem. En dat is al heel erg voorbereid op dit soort nieuwe technologieën. Wat wij vooral willen doen is ook hiermee inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We willen ook zorgen dat al onze nieuwe kruispunten, onze nieuwe verkeerslichten de state of the art zijn. En dan zijn die investeringen eigenlijk helemaal niet zo groot. Dat valt best wel mee. Maar wat kost het de gemeente Helmond? Nou, dit project in de pilotfase zit ongeveer voor 40.000 euro in. Dat wordt 50% gesubsidieerd door de Europese Commissie. En dat hebben we er graag voor over. De testfase in Helmond duurt 1 jaar. 2011, het project is afgelopen, de pilot is afgelopen. En we krijgen geen Europees geld meer, gaan we toch gewoon door. Want het is gewoon een voordeel wat ook zonder subsidie door kan gaan.